Ik kreeg ook de vraag van hoe ga je nu om met eenzame momenten als je geen partner hebt? Komen we die eenzame momenten absoluut een keertje tegen? Vroeg of laat kloppen ze daar aan de deur. Nu, een emotie, eenzaamheid is er ook eentje, wil altijd gezien worden. Wat ga je daarmee doen? Je kan eigenlijk een beetje twee richtingen uitgaan. Oftewel ga je ervoor vluchten voor een stuk en ga je iets zoeken om toch weg te kunnen. Spreek je af met vrienden, ga je naar de gym, doe je iets wat dat jij graag doet. En dat is oké. Okay, zoek jezelf een hobby, doe iets. Dat is ook echt allemaal oké. Okay. Langs de andere kant, wat ik ook zelf wel heb gedaan, is... Je kunt niet altijd met vrienden afspreken. Je kunt niet altijd gaan trainen of weet ik wat. Dus dan doorleefde ik echt dat gevoel. Ik keek in de ogen van de eenzaamheid. En na een tijdje, moet ik eerlijk zeggen, worden die eenzaamheid ook wel wat gewoon. En niet in het ogarme stukje van oei. Maar eerder in het stukje van hallo, hier ben ik en wat moet ik met jou nu gaan doen? Eenzaamheid is ook iets dat je echt helemaal kan doorleven, het ondergaan. En ja, dat is met heel veel tranen, met heel veel gemis. Want eenzaamheid komt er vanuit een stukje een verlangen hebben. Dat jij op jezelf alleen niet heel bent. Je hebt eigenlijk iets of iemand nodig die dat je bij jou wilt, waardoor dat je je minder eenzaam gaat voelen, waardoor dat je dat stukje niet wilt voelen. Hè? Maar iedereen kan wel eens een keer eenzaam zijn. Ook binnen in een connectie, in een relatie, kan jij je eenzaam voelen. Nu, wat gebeurt er om de deur als je echt die eenzaamheid telkens aangaat en aangaat, zoals dat ik dat ook wel heb gedaan, begin je om de deur, en dat is het straffe, comfort te vinden in dat stukje eenzaamheid. En kan je die eenzaamheid gaan omarmen? Want die mag er zijn. Die mag er zijn. En het leukste van al is... dat die eenzaamheid om de deur niet echt eenzaamheid niet meer is. Die gaat veranderen in een stukje jezelf opvullen, jezelf heel voelen. Als jij je eenzaam voelt, wil je dus iets buiten u gaan zoeken. Je hebt iets buiten jou nodig, iemand anders, een dier, om dat stukje verlangen, om die verbinding te kunnen ervaren. Nu, van het moment dat je je eenzaamheid gaat omarmen en dat je het toelaat van ik mag eenzaam zijn, ik wil verbinding zoeken buiten mezelf, maar als je naar binnen keert en je gaat de verbinding met je eigen zelf aangaan, dan ga je merken dat je dus echt die eenzaamheid gaat kunnen omarmen en dat je daar een heel mooi stukje comfortzone in gaat vinden. Het heeft bij mij ook heel lang geduurd, maar het is er. En ik moet je zeggen, eenzaamheid, soms overvalt het mij nog eens, maar... niet meer altijd en belangen niet meer zoveel. Dus ga die verbinding met jezelf aan.